Gien Mardo Cromosuto, ex-directeur van de Surinaamse Postsparbank, SPSB, blijft voorlopig achter de tralies. Kantonrechter Maitri Kuldeep Singh heeft het verzoek van zijn advocaat Benito Pik om zijn cliënt voorlopig in vrijheid te stellen afgewezen. De bankdirecteur die sinds augustus in de gevangenis zit, wordt onder meer verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting. Zijn aanhouding houdt verband met het strafrechtelijk onderzoek tegen de gewezen governor van de centrale bank Robert van Trict en de voorvluchtige verdachte ex-minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. De behandeling van de zaak van Cromosuto wordt op 12 januari voortgezet met de confrontatie van getuigenverklaringen.